De Graafschap uit het bekertoernooi, Mike Snoei, met opgeheven hoofd, denk ik. Ja, dat wel, maar gewoon maar verliezen. Wel een katterig gevoel. Ja, zeker. Verliezen doet gewoon pijn. En dan de manier waarop. Zij hebben de hulp van de scheidsrechter niet nodig. Dit is een dreamteam. Dit zijn geweldige spelers. Als kregen ze die hulp wel bij die penalty bijvoorbeeld? Ja, die kregen ze. Het was te licht. Contact, nou, de VAR had al ingegrepen bij de hensbal van Gutsen. Die kan je heel goed zien. Snap dat Van der Kerkhof dat niet kan zien. Dus dat is geen kritiek aan de scheids. Maar hij nam hem mee met zijn hand. En de VAR ziet dat. En dan wordt hij alsnog afgekeurd. Dubieus was ook die kopbal van Huizen, buitenspel of niet? Ja, hoor ik ook van iedereen. Dus waardeloos. Als je daar dan een paar lijntjes langs kan leggen met de VAR. Die dan, is er niet, hè? Nee, daarom. Dus dat hebben we wel een paar keer nu in de laatste wedstrijden pech mee gehad. Natuurlijk kreeg PSV wel meer kansen, maar het was echt een vechtwedstrijd. Vol strijd. Jullie knokten voor echt iedere centimeter. Ja, echt de Graafschap manier. Dit past ook bij ons. Je moet niet proberen beter te voetballen dan PSV. Dat slaat nergens op. We hebben gewoon geweldige spelers. En die twee internationals op de zijkant, Max en Dumfries, hebben we redelijk geneutraliseerd. Dat was leuk om te zien met Jordi en met Julien. Nou ja, die ook allebei heel goed in de wedstrijd zaten. Alleen moet je ook een beetje geluk hebben. En je moet, want je had natuurlijk een strijdplan, ook niet naïef zijn en dan gewoon kiezen voor iets meer een slot op de deur. Maar wel met twee speersnelle gasten voorin. Konings van Michum. Ja, en daar hadden we nog wel iets meer van kunnen profiteren. Met het juiste moment de bal diep. En Ralf is een keer gepositioneerd op het middenveld, die dat uitstekend deed. Vooral heel balvast was. Maar ja, je vraagt je vooraf af of dat plan dan gaat werken. Want ja, zo hebben we nog niet veel gespeeld.